Pier Jeringa, ik ben president-directeur van ProRail. Dat doe ik sinds april 2015 en mensen in en rond Dordrecht die kennen mij waarschijnlijk vooral als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dat was de baan die ik 5 jaar daarvoor heb gedaan. Vanmiddag ga ik het hebben over mijzelf, wat ik tot nu toe heb gedaan bij de politie, bij de gemeente en het ziekenhuis en nu bij ProRail. En dan ga ik vertellen wat ik daar heb geleerd bij al die banen die ik tot nu toe heb gedaan. En welke dingen die ik heb geleerd vanuit het verleden ga toepassen nu in mijn huidige baan bij ProRail. Mijn verwachting van vanmiddag is dat mensen moeite zullen hebben om mij eerst mijn verhaal te laten vertellen. Dat wil ik toch graag doen. En dat er daarna een levendige discussie ontstaat met de zaal over zaken waar ze het wel mee eens zijn en zaken waar ze het niet mee eens zijn. Dus het zal voor een deel zullen mensen dingen herkennen, voor een deel zullen ze ook dingen apart vinden of vreemd. En ik hoop dat ze daarover een hele plezierige discussie zullen hebben na afloop.